Ik heb besloten om het oeroud Belgisch saxofoonmerk Adolf Sax et Compagnie terug nieuw leven in te blazen. Adolf Sax die kwam uit Dinant, dat was zijn geboorteplaats. Maar zijn vader had eigenlijk in Brussel een atelier waar ze eigenlijk al vrij lang muziekinstrumenten maakten. En daar is Adolf Sax eigenlijk ook samen met zijn vader verder beginnen produceren, werken, nieuwe instrumenten uitvinden en uiteindelijk één daarvan, de saxofoon. Ik was eigenlijk al lang gefrustreerd over het feit dat heel veel mensen niet eens beseffen wat voor schatten België eigenlijk allemaal al heeft voortgebracht. En in mijn gesprekken met mensen kom ik vaak tot de vaststelling dat eigenlijk veel mensen niet weten gewoon, zelfs België niet weten, dat de saxofoon een Belgische uitvinding is. En ik zit al een tijdje in de saxofoonwereld. Ik ben verdeler en verkoop saxofoons ook. En ik was al lang op zoek naar een nieuw concept, een nieuwe saxofoon ook. En de naam die mij daar het meest geschikt voor leek, was Adolf Sax et Compagnie. Daarmee wil ik eigenlijk ook vooral een stukje de Belgische identiteit terug naar boven brengen en een stukje ons erfgoed eigenlijk terug onder de aandacht gaan brengen. Op wereldniveau heb je eigenlijk nog een paar landen die saxofoons produceren. Dat is voor een klein stukje nog Frankrijk, Duitsland. En dan heb je eigenlijk nog Japan. Maar de meeste saxofoonproductie gaat eigenlijk naar China en naar Taiwan. En eigenlijk ook heel veel van die topmerken die in Frankrijk en dergelijke worden geproduceerd, laten eigenlijk al deels of volledig productie doen in China en Taiwan. De beste saxofoons van vandaag komen eigenlijk hoofdzakelijk uit Taiwan. En we hebben daar eigenlijk op zoek gegaan naar een bedrijf die de productie 100% zelf in handen heeft. Want ook heel wat Taiwanese bedrijfjes laten eigenlijk al onderdelen produceren in China. Dus mijn zoektocht was, ik moet een bedrijf vinden die op een artisanale manier saxofoons produceert. En dat heb ik gevonden. Maar ik heb daarnaast nog de ambitie eigenlijk om binnen de 10, maximum 15 jaar te zorgen dat er terug Belgische saxofoons worden geproduceerd. Die zullen natuurlijk een lage productie zijn. Ik denk, als we er 50 per jaar gaan kunnen produceren, zal dat al zeer goed zijn. Maar het is vooral het idee van, kijk, er moeten terug Belgische saxofoons zijn. De Taiwanese saxofoons die zullen er altijd zijn natuurlijk. Die zijn ook veel budgetvriendelijker. Die zijn bereikbaar ook voor iedereen eigenlijk. Maar dus, het is het principe. Vroeger zijn de Aziaten naar België gekomen. Hebben ze hier bij ons alles komen afkijken. En nu wil ik de omgekeerde beweging doen en wil ik eigenlijk naar Ginder gaan om van hun te leren hoe dat wij het hier terug kunnen gaan produceren.